Ga maar naar je... Ah! Mijn gezicht! Oh, dit is wel heel spannend. Heb je nog niks anders te doen of zo? Wat een poppenkast! Ja, wat leuk! Geef je de poppenkast, wat zit je aan doen? Nou ja, kent ze het programma? Wat mag ik daar doen? Nou ja, misschien vindt ze het uiteindelijk wel heel leuk. Wat is dan leuk en dat geen hier staat hieronder? Nou ja, we rijden altijd voor dit programma rijden we door de ganse provincie luk raak. En als we iets zien waarvan we denken van, god, dat is wel opvallend. Dan proberen we altijd met die mensen een gesprek aan te knuipen. Want ja, iedereen heeft een verhaal, hè? Ik heb zeker verhoord, maar nu zit geen komt GMG namelijk nog in de raam heen. Terwijl ik uit een douche kwam. En ik dacht van, dan kom ik even opdrukken, want ik moet zo meteen van alles doen. Op een gegeven moment ging ik nog filmen, terwijl ik altijd gefilmd ben en geïnterviewd. Is dat zo, hè? Ja. Hoeveel dan? Ja. Moet ik dit nog aan entertainen? Nou, ik hoef me niet te entertainen. Dan? Maar, had ik nou direct moeten weten wat je ziet? Nee, maar ik hoef niet te zeggen wie ik ben. Nee, dat hoef ik niet. Nee, door hem. Maar ik ben wel geïnteresseerd geraakt in dat je zegt van, ik werd doorlopend geïnterviewd. Ja, maar ik kan het niet zeggen. Je kon het niet zeggen? Nee. Oké. Had je wel de voetjes ingesmeerd? Nou, ik was net ingesmeerd en ik dacht zo van, kom ik hier even lekker zo liggen, want ik heb een heel hoog bed. Ja. En dan kon ik toch even lekker in het zonnetje. Oké. Maar je ziet verder wel... Zal ik even helemaal naar boven komen? Zal ik even helemaal zoeken? Nou, we maken wel een programma voor alle leeftijden. Ah. Dus ik laat het nou verder aan Ooguver van wat je nog wel of niet wilt laten zien. Nee, mijn kinderen kijken ook tv en zo en mijn kleinkinderen, dus ik denk niet dat het zo netjes is. Oké. Okay. Hey, en wat had je nog voor plannen dan voor vandaag? Ik moet van alles doen. Wat muziek voorbereiden. Van mijn kleindochter dadelijk horen, van alles. Muziek voorbereiden? Ja. Wat voor muziek? Mijn eigen muziek. Oké. Iets wat we zo je kennen van radio en of tv? Wow. Och, je ziet wel een beetje een enigma, hè? Maak er maar van wat ze wil. Ze kan zich toch een plekkleedje opplekken, want het pakt niet. Oh, dat maakt het alleen maar interessanter. Wat is? Ja, überhaupt. Mensen die out of the box zien en die waar ze geen etiketje op kunt plakken. Hmm. Maar nou hebben we als motto bij het programma bijzonder gewone mensen. In die zin dat ieder mens, ieder individu is natuurlijk bijzonder. Ja. Want er is er geen een tweede van, hè? Heb je goed uitgevoerd? Nou, dat heb ik allemaal niet bedacht. Zo slim ben ik niet. er zit een gans team omheen, hè? En dat kost dan anderhalve ton en dan kunt ze met zo'n motto kunt ze dan voor de dag. Ja, nou, ik bedoel, ik krijg geld voor programma's te maken. Ja, er is een provinciale bijdrage. Dat is dan altijd, zeg maar, het altijd met subsidies te maken. Het soort belastinggeld en zo weet ze wel. Maar voegt dit iets toe? Want ik vind het wel altijd tof als iets toevoegt. Nou ja, in die zin voegt het iets toe dat we... Oh, kijk. In die zin voegt het iets toe dat we de hele herkenbare verhalen van mensen aan ons kijkers laten zien. Waar mensen weer iets goed halen, waar ze zelf ook iets mee kennen, wat ze herkennen bijvoorbeeld. Of soms is het gewoon grappig, zoals een paar blote vutjes in de vensterbank, op de vensterbank. En weg is ze weer. Kijk.
graden ons altijd zorgen dat ze niet uitgedroogd waren. Ja, maar ja, dat moet wel. En dat programma maken we nu al ruim 8 jaar. Oh, ik heb geen televisie, ik kijk in televisie nooit. Ook geen internet? Nee, ik heb alleen internet. Maar ik heb 15 jaar, heb ik geen tv. Ja, ik heb wel een tv. Maar dan kijk ik wel eens zeg maar via iemand zitten. Dan pak ik mijn nummer maar voor een feest. Weet dat ook weer? Netflix. Ja, van Netflix. Dan kan ze een film kijken of zo. Ja, even accountje delen. Hmm? Even de account ja, delen. Ja, mijn jong, mijn zoon, mijn kinderen doen net. Ja. En om even terug te komen nog op wat je zei over belastinggeld en zo. Nou is het zo dat we hebben ook gewoon een reclameafdeling en zo. Dus het is niet zo dat we voor 100% weer betaald uit overheidsgeld. Ja, maar dat is wel die werk. Dat is wel ook werk. Nou ja, ik doe ook nog andere dingen bij de omroep hier. Bij welke omroep werk je in? L1. Oh kijk, ja. Dat is tijdens uitdrukken. Ja, oké. Ja, voilà. Ik ken dat wel, ik heb wel eens gehuurd. Oké. Of dat ik toevallig ergens binnen zoet, omdat het dan... Dat ik dat misschien meegekregen. Moet je net zeggen, want op Netflix zitten we niet. Ja. Nee, dat snap ik. Want zover is het nog niet, hè? Nee, nog niet. Ook misschien nog. Ja. Hey, wat gaat je straks met haar kleindochter doen? Betse, die wil van alles doen altijd. Die heeft een eigen peertje, die wil een peertje, die wil altijd spelen. Dat is een heel gelukkig meisje, dat. En daar werd ik altijd heel vrolijk van. Daar werd ik altijd ontzettend aangedrongen van, altijd. Die heeft een levenstijl, dat is tien. Dus het is al een tiener en het is gewoon een geweldig kind. Een tiener? Ja. Wie oud is het? Tien. een verse tiener? Ja, een verse tiener van april. En de liefste duidt het altijd, elke dag dat naar zijn peertje gewoon, Molly. Dat heeft het gekregen van zijn vader voor de bejaardag, toen hij tien werd. En dan gaan we altijd hier. Dat heeft het gekregen van ogenpaap? Van mijn pap. Van zijn vader? Ja, van zijn vader. Oké. Okay. Ja. En Molly die staat ergens in de wijk, hè? Ja, Molly staat in de boek en staat hier gewoon bij een stal en in de wei. En dan holen we hem broed. En dan gaat hij mij de wei in. En dan gaat het rieën. En dan gaan we door een beetje barbecuen of lekker, ja, heerlijk. Peertje borstelen. Leuk. Ja, wie moet ik in het leven zien? Ja, het leven is gewoon echt zo mooi. Dat ik er wel eens. Ik denk wel niet of jullie van nood denken, maar als ik dan nu van nood denk, dan denk ik van denk maar niet nou, want dan gaat dat de kosten van het genieten. Kijk. Zo'n gedachte moet ze vasthouden. Ja. Maar jij ziet ook, jij zegt van ik ben heel vrolijk van mijn kleindochter. Wie, ja. Wie had ze trouwens? Sophie. Sophie? Ja, Sophie Blue. Sophie Blue? Ja. En heb je een koosnaampje voor haar? Och, ja, wat zei ze allemaal tegen een kind? Zoveel naampjes en koosnaampjes. En ja, daar ben ze echt mee bezig. Dat ze dingen. Zeg maar niet te veel koosnaampjes en doe maar niet te veel aanraken. Want dat is natuurlijk, hè, moet een kind ook vrij laten. Ja. Dat is wel heel belangrijk. Oh, dus er wordt niet veel geknuffeld? Jawel, maar dat moet ze wel vrij laten, want dan kan ze ook zo genieten. Hè, van ja, het, ja. Want anders blijft ze een knuffel en een kussen en een doen en het, ja. Ruimte geven? Ja, vooral dat. Vooral dat. Schermveel, dat het zich beschermveelt. En dat het, ja, dat ze samen zeg maar, dat ze zelf ook het kind kan zien. Dat ze zelf ook het kind kan zien met hem samen. Spelen werd ze wel. Volgens mij ziet je wel een hele ruige oma. Ja? Ja. Oh. Ja, daar ben ik van overtuigd. Leuke oma. Ja, dat denk ik wel. Ik denk wel dat ik dat het een oma goed gekozen heeft die echt leuk is. Wat veel mee kan doen. En wat van kan nieren. En wat nog fit is, wat alles met hem kan doen. Dat is wel veel weer, joh. Wat is het belangrijkste wat Sophie Blue van oma kan leren? Zelfstandig te weren, alles zelf te leren.
zich vreten blijven voelen. Zelf, het is eigen wies, dat is mijn koosnaam voor hem. Eigen wies betekent dat het een eigenheid heet en zelf alles, eigen wijsheid al heet, want hij leeft niet. Dus dat het zelf alles beslist, al zo vroeg, wat kan dan, wat mogelijk is. Hè? Klinkt als een heerlijke relatie wat je met z'n tweeën hebt. Ja, dat is het ook. Ja, dat is het ook. Het is een heel apart meidje. Een heel apart en wijs meisje is het. En een vooral gelukkig kind. En daar geniet ze van. Als een kind echt gelukkig is en ook tevreden. En ja, goed. Goed voorbeeld heet. Is oma ook gelukkig? Ik ben gelukkig, ja. Met mijn leven. En moest eens kijken wat een prachtige dagen we hebben en hoe moeilijk het in het paradijs is.